vooral hoe dat licht erin viel in de buis. En ik vond het licht daarachter ook wel mooi en gewoon hoe hij naar me toe kwam lopen. Foto maken? Daar zal je ze hebben, het prijswinnende duo. Hobbyfotograaf Lianne. Lily. En model Lily. Dat is interessant, hè? Hoe zorg je ervoor dat ze luistert dan? Geluidjes maken, vindt ze wel leuk. Maar soms heeft ook de beste kat van stal even geen zin. En ook al fotografeert Lianne het liefst katten, er zijn ook genoeg andere dingen die ze graag vastlegt. Bloemen, kikkers, vogels, gewoon heel veel zonsondergangfoto's. En met zo'n grote achtertuin heeft ze genoeg inspiratie. Wat vind je zo leuk aan fotograferen? Nou, ik vind dat je soms dingen op een foto mooier kan laten lijken dan in het echt. En bijvoorbeeld als je gewoon een doodnormale bloem hebt en je zet hem op een foto, kijken meeste mensen heel anders naar de bloem dan als je hem gewoon in de tuin ziet staan. Waar de meeste fotografen dat doen met peperdure camera's en heel grote lenzen, gebruikt Lianne dus alleen haar mobiel. Ja, ik draai meestal mijn telefoon om, want dan heb je de camera eronder. En ik vind meestal dat je van onder voor mooie foto's maakt. Nou, dan ga ik zeg maar en dan zorg ik ervoor dat die bloem een beetje zo in beeld staat. Dan wacht ik even totdat mijn camera hem scherp stelt. Want dan heb je gewoon iets mooier. En dan wordt de achtergrond iets minder, ja, iets vervaagd. En zo vind ik dat je hele mooie foto's kan maken. Zo maakten ze dus ook deze prijswinnende foto. Nou, ik vond wel dat heel mooi, vooral hoe dat licht erin viel in de buis. En ik vond het licht daarachter ook wel mooi en gewoon hoe hij naar me toe kwam lopen. Echt jagend, maar toch ook heel schattig door zijn ogen. Dat vond de jury ook. Eindoordeel nummer 1 in de categorie dier. Niet verwacht, wel heel trots. Dus, goed zo. En dus ook wat extra brokjes voor model Lily, die dan opeens wel extra stil voor de camera blijft zitten.